naar deze nieuwe verhuisvlog. Het is alweer verhuisvlog 4 of 5. Ik weet het gewoon niet meer uit mijn hoofd. Leuk dat je kijkt. Ik ben in het huis. Ik kom net van kantoor. Het is vandaag vrijdag 13 maart. Toch? 15 maart. Vrijdag 15 maart. En het is tijd voor een update. Deze week, of de afgelopen dagen, is er echt vet veel gebeurd. En de komende tijd gaat er sowieso veel gebeuren. Precies vandaag, een week geleden, kregen wij de sleutels tot onze mooie nieuwe koophuis. En we zijn er gewoon onwijs blij mee. Sindsdien zijn we echt hard aan de bak aan het gaan met z'n allen. Ook echt, we hebben ook wel vakmannen die dingen doen, want we besteden het ook gewoon uit. Maar ik heb even alle deuren en ramen open gedaan, zodat het goed kan luchten hier. Want zoals je ziet is de stuk al mooi aan het opdrogen. We willen dus dat natuurlijk alles wit wordt, want dat betekent dat het droog is. En dan kunnen we het sausen. Maar goed, hij is nog niet droog, dus lekker laten drogen. Hier wordt maandag behangen. Met artenbehang. Super veel zin in. En vandaag gaan we gewoon weer een heleboel doen. Deze is ook gestuukt. Nou ja, en de deuren zijn mooi kaal geschuurd. En zijn ook klaar om geschilderd te worden. Het is een beetje niet zo mooi weer. Het gaat ook onweren. Maar goed, morgen is het dus zaterdag. En op zaterdag knallen we echt met heel veel man. En dan gaan we er weer om 7 uur uit. Zijn we hier weer om 7:30. En dan gaan komt de metselaar, loodgieter, elektricien. Er komen gewoon weer allemaal mensen om te knallen. Maar op boven in de badkamer is er dus best veel gebeurd. En ik ga nu voor het eerst kijken. Ik heb het al wel op een foto gezien, maar ik wil het even echt nog zien. De metselaar heeft namelijk de tegelwand, de douchewand, gemetseld met een nis qua afmeting erin gezet. Dus die gaat hij morgen afmaken. Maar ik ben heel erg benieuwd, want het krijgt nu wel zoveel meer vorm in de badkamer. Dus we gaan het zien. In ieder geval is het al geëgaliseerd, de vloer. We hebben natuurlijk de hele vloer eruit gehaald, naar beneden kunnen brengen. We konden niet verder naar beneden in verband met leidingen. Maar we hebben echt zo'n stuk, kun je ook wel zien, naar beneden kunnen brengen. Moet je nagaan, als we over het bestaande vloer gingen tegelen, werd het nog allemaal een stuk hoger. Dus we hebben echt zo'n stuk eraf kunnen halen. Het is dus al droog. Hier komt een dorpel en zo. Dit wordt allemaal getegeld, dus dit wordt nog afgewerkt. Maar misschien zie je het al. Oh my god, de indeling van de badkamer. Top, hé. Oh, ik ben hier heel blij mee. Ja, ik zie het al helemaal voor me. Onze nieuwe doucheput. Hij heeft dit dus vandaag gedaan. Hier komt het toilet. Wat goed. En hier onze badmeubel. Het is een best wel een kleine badkamer. Dus het is natuurlijk een best wel een uitdaging met de inrichting. Maar het is gelukt. Ik weet het gewoon zeker dat dit het is. Wat leuk. Ik vind dit ook leuk. Oh. Happy dance. Dus ja, dit wordt allemaal straks getegeld met een soort beige beton look. Maar wel beige. Wij vinden dat grijze betonlook tegel niet heel mooi. Ik vind het een beetje koud. Dus wat warmere kleur gaan wij doen. En dit is dus de douche straks. Hier komt dus een regendouche. Hier onze nis. Yes, dit is echt top. Even kijken, precies in het midden. En dan gaat hij van daar naar daar naar daar. Dus dit hele gedeelte gaat eruit. Dan hebben we een soort langere rechthoek. Want dat vond ik wel fijn. Geen vierkant, dat vind ik niet mooi. En ik dacht, we kunnen hem ook hoger doen. Dus dat je hem smal maakt. Maar hoe breder, hoe meer shampoos je kan neerzetten. Dus dit is echt top, 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 top. En onze hele mooie doucheput die nu onder het stof zit. En er zit natuurlijk nog een beschermlaagje overheen. Dus dat laat ik er ook mooi op. Maar dit is een hele mooie roestvrijstalen zwarte doucheput. Nou, ik laat het even op, want ja, ik wil niet dat het kapot gaat. En het loopt dus af. Dat kun je niet zien gelukkig. Maar het loopt af, waardoor het water altijd hier weer terugkomt. Tuurlijk, we hebben geen wandje. En dat hebben we hier of een deur expres gedaan, want dat vinden we niet zo mooi. Maar je moet dan gewoon altijd een handdoekje hier neerleggen. Maar dat doen wij sowieso wel. Nou, hier kan ik helemaal, ondanks een kleine badkamer, helemaal lekker in bewegen. Nou, en hier komt dus precies het badmeubel. Dat hebben we ook uitgetekend. Die is 100 centimeter. Eerst wilden we hem helemaal doorpakken, want dan maak je het optisch groter. Maar dan loop je er gewoon tegenaan als je hier naar binnen gaat. Want een badmeubel steekt natuurlijk wel iets uit. Nou, dat wil je ook niet. Dus we hebben nu besloten om hem 100 centimeter te maken. Dan kunnen we hier bijvoorbeeld onze wasmand doen of gewoon niks. Ik denk hier niks. En aan deze kant hebben we vandaar
tot daar ook nog helemaal ruimte over. Dus dan zetten we hier gewoon onze wasmand neer. Dus dan is dat open, badmeubel, wasmand. Verder is het hier allemaal hetzelfde. Hier zie je trouwens de douchegoot die wij hebben. We hebben deze, de luxe douchegoot, volledig in roestvrijstaal van Aloni. 70 centimeter, hij is wel wat prijziger, maar we hebben dit gewoon liever in goed kwaliteit, zodat je er gewoon lang mee door kan gaan. Dit is de wc die we hebben. Dit hebben we als set gekocht, dat is echt een aanrader. Je kan natuurlijk alles loskopen, maar als je het als set koopt, want wij moesten ook zo'n inbouwreservoir, ben je goedkoper uit. Dus deze, nou die inbouwreservoir zit natuurlijk hierachter, dat zie je natuurlijk niet meer, daarin. En verder wordt deze wand alleen nog gestukt, deze, want we vonden die betonsuree kleur niet zo mooi. En als je daar overheen gaat schilderen, dan zie je dat wel. Dan hou je altijd van die oneffenheden. Dus dit willen we gewoon strak maken. Dan kunnen we alles lekker gaan schoonmaken. Of schoonmaken, gaan verven en zo. We hebben ook een behanger ingehuurd die alles met renovlies nog heeft behangen. Dat zie je dus niet terug. Maar dat is echt beter voor het... Beter als ondergrond om te sausen. Sander werkt in een schildersbedrijf en die vader is schilder. Dus die hebben mij dat allemaal verteld. Beter ondergrond om te sausen en... Wanneer je iets aanstoot bijvoorbeeld, je krijgt heel snel een stuk, een gat eruit of hè, beschadigingen en met renovliezen overheen, blijft het langer goed. Dus wij hebben het hele huis ook laten renovliezen en dat zie je dus niet. Hier gaan we dus nog sausen. Nou, en de zolder schiet ook al wel lekker op. Dit is alweer voorgestreken. Dit wordt dus gestuukt. Dit wordt maandag, nee morgen, zaterdag. Morgen wordt die gestuukt. Die wordt gestuukt. Deze is al gestuukt. Kijk dan wat een verschil. Super chill. En dit wordt allemaal behang. Dus beige-achtige linnen behang. Dat hebben we in de vorige vlog kunnen zien. Nou, hetzelfde geldt aan deze kant. En hier krijgen we een nieuwe dakraam. Zoals je kan zien is dit echt wel oudbollig. Dus nieuwe dakraam. Ook hebben we de kleurstalen binnen. En ik heb al een beetje met mijn vieze handen aangezeten. Maar dit is de kleurstaal voor onze jaloezie op maat voor een badkamer. Deze aluminium, zwarte, dat wil Sander heel graag, dus prima. En dit is die voor ons in de keuken. Dit is de houten jaloezie bamboe. Dit wordt zo mooi. Dit heeft dan ook zo'n structuur en nerfje erin. Dat vinden wij heel mooi, dus dat komt daarvoor. Good morning, het is vandaag zaterdag. En wij hebben net, het is alweer vroeg, we waren hier om 7:30. Stucadoors zijn nu bezig. Wij hebben net het klintje alvast geschilderd. Kijk, het stuk is alweer heel mooi aan het opdrogen. Teamwork. We gaan nu verder met de volgende plint. Kijk het verschil. Dit is echt weer super mooi strak. En hier zie je nog hoe het nu is, zeg maar. Dus daar gaan wij lekker overheen. Ik moet zo even een spul halen. Ja, ze willen alleen meestal nog even doen. Ja, doe maar even. Of nee, kun je zo bij de achterkant vooral het kun je zo. Ja, het is net make-up. Gewoon dat de onderkant zo open is, denk ik. Ja, want dan weer een wing. Een wing is een eyeliner hier. Ja. Moet je ook heel strak zo doen. Ja. Ja, mooi toch? Dat is mooi. Ja, het is echt strak. Moet jij geen knielap hebben? Nee hoor. Ik ben een rode appel. Wat ga jij doen? En after. Yay. Oké, we gaan nu heaters ophalen voor de stuk, dat het goed droogt. En wat fruit. En zullen we dan gelijk wat cola halen? Nou, Sanne en ik hebben de hele woonkamer, de plinten afgeschilderd. Super mooi. Hier kun je het echt goed zien, want kijk, dit is mooi wit. En hier zie je wat het was. Dus nu hebben we de woonkamer helemaal klaar voor de schilder. Die gaat maandag aan de slag. Die gaat alle wanden goed doen en zo. En we hebben hier even wat verwarming, heaters staan en blazers voor het stuk. Kijk, dan droogt het nog sneller. Dus dat is echt top. Ik zal hem wel even een beetje omhoog doen. We hebben nog veel meer waaiers. We hebben hier nog één. Die gaan we op zolder straks doen. De stucadoors zijn daar nu aan het stukken. We hebben hier mega. Die gaat ook nog. Die gaan we in de woonkamer straks doen. Die komt in de slaapkamer en die op zolder. Dan hebben we alle ruimtes met stuk. Dat het even goed kan opdrogen. Want dan kunnen we maandag gelijk door met schilderen. Vandaag komt mijn zus ook nog helpen. Dus wij gaan dan de deuren hier beneden en op de bovenverdieping afschuren, zodat het ook allemaal klaar is straks voor de schilder. En de plintjes ga ik en Sander nu ook op boven doen. Want ja, dat ging hier heel erg goed. Dus let's go!
Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so, oh, you're looking so, oh. Now I'm moving closer to you. It's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Morning, het is vandaag zondag 17 maart. Het is hier echt chaos. Mijn moeder is ondertussen aan het verhuizen. Ik moet verhuizen, als in ik ga even alle spullen ook inpakken en klaarmaken voor de verhuizing. Want het kan zomaar heel snel gaan. Gisteren dus een hele lange dag gehad. Dus ik dacht, ik neem jullie vandaag weer even mee in het opruimen of opruimen. Het inpakken van al mijn spullen hier. Alles zeg maar wat niet nodig is, kan ik al inpakken. Zoals het tierenlatijntje en zo. Dus dat gaan we lekker doen. Ik pak even wat tassen. Normaal hebben we gewoon verhuisdozen, maar die heeft mijn moeder. Dus ik neem het gewoon van tassen. Ik vind het allemaal prima. We gaan het doen. In principe scheelt het. Mijn moeder heeft een heel huis om in te pakken. Ik alleen mijn kamer. Oh, mocht je afvragen, je moeder. Maar mijn moeder heeft dus ook een huis gekocht. Dus die gaat ook verhuizen. En toevallig dezelfde periode. Dus helemaal leuk. Goed, ondertussen zijn de verhuisvlogs geëdit en aan het exporteren. Ik heb hier wat tassen. Ik denk niet dat ik hier genoeg aan heb. Maar ik ga gewoon maar een beetje inpakken of zo. Ik heb zo geen tactiek hiervoor. Dus geen voorbeeld aan mij nemen, graag. Oh, dat vind ik echt stom. Maar eigenlijk kan ik dit allemaal inpakken. Dus alles hier... Dit kan allemaal wel. De boeken kunnen. Dit hou ik wel. Dit kan. Alle inhoud van die kastjes ook. Oh my god. Wacht, ik moet hier echt even over nadenken. Make-up paletjes. Dat kan ook allemaal wel. Wat heb ik hierachter? Ook dingen verstopt. Nou ja. Ik pak even wat meer tas. Want hiermee ga ik het echt niet redden. Oké. Okay. Ik ga mijn bed straks in de was gooien. Dus... Ik leg gewoon alles even hier zo op. Ik heb wat inpak als het niet kapot mag. Dat heb ik gewoon nog van mijn kaarsen en zo. Ik heb hier verhuisdoos van mijn moeder. En ja, we gaan zien. Ik ga gewoon dingen op bed leggen wat alvast ingepakt kan worden. En dan zien we verder hoe we dat gaan doen. Ja, het bed gaat toch in de was, maar ik krijg hier echt error van. Ik wil gewoon niet dat het kapot gaat. Maar goed. Ik heb denk ik een idee. Ik heb hier namelijk mijn boeken in. En dat blijft natuurlijk niet zo, want ik krijg straks een hele mooie kast. Dit zijn boeken die ik al heb uitgezocht en die ik wel wil houden. Dit zijn gewoon echt klassiekers voor mij. En ik word hier gewoon gelukkig van. En ik lees ook gewoon boeken meerdere keren. I know. Maar ik lees elke avond een uur, dus ik ben er zo doorheen. En I love it. En dit zijn boeken die ik nog moet lezen. De Vampire Diaries reeks. Ik ben nu ook met deze. Kan niet wachten. Maar... Ik pak gewoon mijn koffer. Ik heb daar ook nog boeken. Ik ga gewoon mijn koffer pakken en ik ga de boeken in de koffer doen. En die koffer kan ik dan weer meenemen. Ik vind dat best een goed idee. Oké, op dit moment overzie ik het niet meer. Ik heb de kassen leeg als wat kon. Aan de andere kant heb ik ook alweer dingen dat ik denk, nou, dit is dan leeg. Even kijken. Nou, hier zit dan nog wat medicatie. Dus dan doe ik hier gewoon tape omheen. En dan denk ik, yo, die kast die moet sowieso mee. Dus dan... kan dat er wel in blijven. Maar dit moet er ook nog allemaal uit. Maar deze kast gaan we dus niet houden. Omdat die kapot is. Deze hele onderste la is ook helemaal kapot, zeg maar. Je kunt niks meer opzetten. Ik heb het met tape aan de onderkant vastgeplakt. Maar kunnen we dit niet gewoon dan in het geheel meenemen? En als dit ding kapot gaat, maakt het toch niet uit, zeg maar. Ik weet het niet. Ik ga wel eerst even dit inpakken allemaal. Ik ben alweer iets verder, ook al lijkt het misschien niet zo. Oh, en ik zit nu met een paar dingen waarvan ik denk, dat ga ik gewoon wegdoen naar de kringloop. Zoals deze laptop standaard.
Die gebruik ik echt nooit. Dus die gaan naar de kringloop. Ik ga dit naar de kringloop brengen. Gebruik ik. Of vind ik niet meer mooi. Sportelastieken gebruik ik niet. Zo'n slaapmasker gebruik ik niet. Dus dat kan al weg. Dit is een kleurboek. Ja, ik heb daar dus wel een keer in gekleurd. Maar ik ga dat toch niet meer doen. Dus die ga ik ook gewoon wegdoen. Dit is jammer. Even kijken. Voor de rest zitten hier wel dingen in wat ik gewoon gebruik. Dus dit hou ik dan wel. Even naar de riemen. Want de riemen gebruik ik echt niet allemaal. Dus daar kan ik wel even doorheen gaan. Dus dat ga ik nu doen. Oké, dit ga ik wegdoen. Dit is ook allemaal met zilveren gespen. Dat draag ik sowieso niet. En eigenlijk draag ik dus nog best wel veel. Want nu ik zit zie, denk ik, oh ja, die heb ik bij dat outfitje en die bij die. Het enige wat ik dus nog niet heb gedragen is deze. Maar deze is nieuw. En dit vind ik wel leuk om misschien een beetje zo te knopen om een jurkje. Dus dat hou ik sowieso. Zelfs alweer één leeg. Ik moet eerst hier nog even kijken. Maar dit zijn dingen. Dit gebruik ik allemaal nog wel. Nu, op dit moment ook. Dus dat doe ik dan later. Oh, fuck. Oké, ik dacht, ik doe mijn boeken er even in. Gewoon helemaal te gaan. dus deze neem ik gewoon zo mee. In mijn auto, dat gaat ook wel. Dat is wel prima. Kan ik al die andere losse vlodders ook in de koffer doen. En dan gaat hier gewoon... Neem ik de mand mee met de boeken erin. Oké, dit is echt de zwaarste koffer ooit. Oh my god. Alsof ik op vakantie ga. Nou, nog een tas ingepakt. En de dekens in de mini-koffer. Dan nu heb ik nog een Primark tas. Daar ga ik al deze producten in doen. En ik heb het dus laatst ook allemaal uitgezocht. Dus ik denk dat er niet heel veel weggaat. Maar goed, ik pleur het er gewoon allemaal los in. Oké, even lunchbreak gehad. Ik pak hem weer door. Ik heb alle spullen op zich nu dus erin gedaan. Dit moet ik dan nog doen. En dat is een volle doos. Ja, voor de rest is het eigenlijk al wel leeg. Dit moet dan ook in de was straks. Het enige, ik ga dus straks nog naar het huis toe. En ik ben niet scherp. We moeten die klinken, handgrepen, voor de keuken meenemen. Maar, oh, ik weet niet waar het ligt. En ja, zoals je begrijpt, we zijn dus aan het verhuizen. Ga hier maar eens tussen kijken dan. Daarachter die schotten zitten allemaal shit van mij. Hier allemaal uitzet. Ik heb hier dus net overal al gekeken en ik dacht dat het hierin zat. Want het is ook van Temu. In deze zak, maar daar zit het niet. Toen dacht ik, oh, dan is het deze, want daar zit ook Timu. Maar daar zit het ook niet in. Dus nu weet ik het echt niet. Dus ik ben er bang voor dat ik alles even uit moet halen. En moet gaan zoeken naar handgrepen. Oh my god. Oh my god, ik heb het. Even raden, hè. Ik heb net daarachter alles weggehaald. Elke doos bekeken. Het zit gewoon in deze blauwe die hier gewoon stond. Maar goed, ik heb hem. Oh, en ik ben ook zo benieuwd als we straks dus alles hebben in het huis. Dat ik denk, wat de fuck heb ik veel spullen? Want dat denk ik nu al. Maar dat we dan gewoon gaan kijken wat we houden en niet. Yes! Dit wordt nog een spannende. Zeg maar, dit is waarschijnlijk de goede formaat. Omdat we hebben opgemeten. Of ik heb het opgemeten. Als het niet zo is, is mijn fout. Maar ik ging, want dat vond ik mooi, voor een iets langere hendel, zeg maar. Maar, volgens mij zitten al deze dingen heel hoog. Dus dan knalt het tegen dit ding aan, denk ik. Nou, we gaan het zien. Ik neem het mee. We shall see. Ik heb hier ook van die zwarte onderzetters van steen. Maar dit ga ik niet gebruiken, dus ik ga dit sowieso al naar de kringloop doen. Oké, ik ga nu mijn bed in de was doen en ik was de beelden alweer aan het importeren, want dan kan ik alles van de camera verwijderen, want dan is het voor morgen, want morgen gaan we de hele week klussen. Wij zijn namelijk allebei een week vrij. Sander heeft een week vrij gevraagd, ik heb een week vrij gevraagd en de vader van Sander ook en die schilder.
Dus we kunnen echt meetjes maken deze week. Dus ik dacht, dan zet ik alle beelden alvast op de computer. En dan ga ik met een lege SD-kaart deze week filmen, zeg maar. Ik heb er heel veel zin in, maar vandaag voel ik hem echt niet. Dus dat kon je waarschijnlijk ook wel merken. Dus ik ga lekker het bed wassen en ik ga chillen. Ik ben eraan toe. Lange week voor de boeg. Ga veel doen. Jullie gaan het meemaken. Alles is in ieder geval ingepakt. Kun je zien. Zoveel mogelijk al in ieder geval. Dus alleen de grote dingen moeten nog ingepakt worden. Maar laten we eerst het huis maar eens afronden. En dat gaan jullie in de volgende verhuisvlog zien. Dus vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En vergeet me dus niet te volgen op het Instagram account knushuis53. Want daar post ik alle updates en zo. Dus tot dan!